deel van de co-op aan de Torenstraat maandagavond. Omstreeks 8 uur vielen 2 gewapende mannen het pand binnen. Onder dreiging van een vuurwapen wisten ze een onbekend geldbedrag buiten te maken. Tijdens de overval waren er verschillende klanten in de supermarkt. Gelukkig raakte niemand gewond. Het personeel was maandagavond nog wel erg ontdaan. Het is dan ook moeilijk om precies te achterhalen wat er gebeurd was. We hopen dat het vandaag beter gaat, aldus een politiewoordvoerder. De daders waren donker gekleed en droegen maskers. Het is nog niet bekend in welke richting zij vandoor zijn gegaan. De politie roept getuigen dan ook op om zich te melden. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.